Er worden de laatste jaren prachtige stripcovers gemaakt. En dan neem ik aan de hand van die covers soms wel eens een album uit het rek. En dan doe ik dat open en ik sla het meteen weer dicht. Want de kwaliteit van de tekeningen binnenin is een heel stuk minder dan de cover. En dan zie je duidelijk dat er een ontwerper aan het werk is geweest die grafisch meer onderlegd was dan de tekenaar zelf. Nu, mijn favoriete cover, ik ben geen groot striplezer, dus ik ga terug naar iets uit mijn jeugd. En dan ga ik terug naar een van die iconische Kuifjesalbums, De Zaak Zonnebloem. Dit is mijn album. En dat is al meer dan 50 jaar oud en je ziet, het heeft al verschillende oorlogen meegemaakt. Ik vond dat altijd een heel prachtig gegeven, die gebroken ruit met daarbinnen de tekening. Dat vond ik toen en dat vind ik nu nog steeds. En ik las ergens dat Hergé graag had gehad dat men hier van dat gat een kapvorm had gemaakt met de tekening daarachter. Maar er waren blijkbaar technische en vooral, denk ik, financiële obstakels om dat te doen. En het is dus nooit gebeurd. Maar zou het niet mooi zijn om dit album nog eens uit te geven met die kapvorm zoals Hergé het eigenlijk oorspronkelijk bedoeld had?